Ik heb laatst een bom gedropt op Instagram en the word is out. Na 4 jaar durf ik eindelijk te zeggen dat ik transgender ben en daar heb ik heel lang over na moeten denken. 2 maanden geleden heb ik dat besloten. En dat komt eigenlijk, ik heb dat heel lang niet gedaan omdat ik heel vroeg ben begonnen met mijn proces. Dus er was helemaal geen noodzaak toen, niemand wist dat je nee, transgender klopt. Was? Ja, dus ik heb toen uiteindelijk toch besloten om het te doen omdat ik op online platform YouTube en Instagram best wel een aantal volgers heb. En ik dacht, dat wil ik graag gebruiken om zeg maar mensen te laten zien dat transgender zijn helemaal niet zo raar is als mensen denken. Emma was ervoor gewaarschuwd en inderdaad, de bekentenis leverde veel nare reacties op. Je ouders hebben diep gefaald door jou op zo'n jonge leeftijd te verminken. Je bent nog steeds een man. Er zijn mensen die het gevoel hebben dat ze een been of een arm eraf moeten halen. Die mensen zijn zeg maar niet goed in hun hoofd. Maar als je gezonde borsten of een gezonde penis eraf wil halen, gefeliciteerd. Je bent transgender. Volgens mij raakt het je toch? Nee, het raakt me echt absoluut niet, maar het... Ik kan er gewoon niet bij dat mensen zo dom kunnen zijn. Als mensen over mijn naaste familie beginnen of over mijn vrienden, vind ik wel heel naar. Emma laat zich niet uit het veld slaan. Ze heeft zelfs besloten meer YouTube-filmpjes te maken om vooroordelen te ontkrachten. Dit wilde ik even kwijt en ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie de volgende keer. Bye!